Trainer Mitchell van der Gaag. Allereerst even een kleine terugblik op vorige week. Vitesse uit. Ja, wat is het overheersende gevoel na het afloop van die wedstrijd? Is dat toch enigszins positief na aanleiding van de eerste helft? Niet gelijk na afloop van de wedstrijd. Na afloop van de wedstrijd is de teleurstelling van dat je de 4 tegen krijgt. Dat je er vanaf gaat met 4-1. En dat je op het einde dat we in elkaar zijn gestort. Als je wat langer daar een paar dagen daarna naar terugkijkt. Ja, dan zie je een goede eerste helft waar je op voorsprong komt. Bij Vlagen gewoon prima voetbal. Tweede helft sta je iets meer onder druk, maar ook nog niet zo heel veel aan de hand. En dan vind ik dat we de eerste goal te makkelijk tegenkrijgen. Het is wel geloven of niet geloven in een bal die wel of niet uitgaat. Nou ja, dat zie je dan terug. Hè. En in die fase zitten we dan. En daarna krijgen we 200% kans om in ieder geval op 2-1 te komen. Dus dat neem je in ieder geval wel mee. Alleen dat komt een paar dagen later. Maar goed, dat geeft ook geen garanties. Maar je moet wel in deze tijden waar we nu verkeren ook positieve dingen eruit halen. Nou, daar kijken we naar. Ja, en die andere dingen die moeten eruit. Maar daar zijn we ook al een tijd mee bezig. Ja, je moet, als je 1-0 voor staat, ja, dan kun je niet zo makkelijk dan de 1-1 tegenkrijgen. Dat zijn net de momenten. Ja, over mijn lijkmentaliteit. En ik bedoel, het is een containerbegrip, maar ja, dat mis ik wel. Het feit dat je dan 4 doelpunten alsnog tegenkrijgt, dat is overeerst dan misschien nog het meest. Nou goed, zeker na afloop van zo'n wedstrijd. Ik bedoel, dan zo'n wedstrijd zag er niet uit na 4-1 is geflatteerd, maar het staat er wel. En het vervelende is dat het niet de eerste keer is gedurende dit seizoen. Ja, en dat, we zijn daar heel lang al mee bezig. En ja, dan is die teleurstelling, die overheerst dan gelijk. Dan staat morgen het andere deel van de twee luik lastige uitwedstrijden, als we het zo even mogen noemen, het programma PSV uit. Wat verwacht je van die wedstrijd? Ja, PSV is de koploper, hè. Dat zou je bijna vergeten met alle successen van bijvoorbeeld Ajax. Dus ja, je moet naar de koploper en die zitten volop in de strijd voor die titel. Spelen thuis, nou, die laten weinig punten thuis liggen. Nou goed, dat zijn dingen waar je van tevoren rekening mee houdt. We zitten zelf in de situatie waar we nu verkeren. En van daaruit moeten we, wat ik net al aangaf, de dingen die tegen Vitesse weer positief naar voren kwamen, die moet je meenemen en de andere dingen weer uitsluiten. En van daaruit zo die wedstrijd weer benaderen. En een paar aanpassingen vanwege schorsingen. Nou goed, en van daaruit ga je verder. Ja, de clichés, het is altijd 11 tegen 11, de bal is rond, het begint op 0-0. Ja, is dat enig houvast dan? Ja, maar zo moet je een wedstrijd altijd aanvliegen. Dus dat is logisch. En ook PSV heeft niet alleen maar de kwaliteit, heeft ook mindere punten. Dat hebben we tegen de wedstrijd tegen Ajax ook gezien, waar we in de eerste helft ook kansen krijgen om op 1-0 te komen. Ja, dat zijn wel momenten die je tegen een topclub nodig hebt. Hè. Dus je moet je beginfase goed doorkomen. Je moet je keeper moeten onhoudbare ballen pakken. En je moet zelf een keer toeslaan in de kans, in de ruimte die je krijgt. En van daaruit kun je voor een verrassing zorgen. Zo werken die wedstrijden normaal gesproken. Hè. Dat de tegenstander ook denkt van nou, we kunnen het vandaag wel op 50-60% en van daaruit gaan we die wedstrijd in. Ja, dat zijn de dingen die je bij zulke wedstrijden nodig hebt. Op personeelvlak, ja, je mist daar een klomp vanwege een blessure of een schorsing. Daar krijg je Menno Koch voor terug. Zijn er nog andere wijzigingen in je elftal? Nee, in ieder geval dat op het eerste gezicht. En voor de rest zijn er een aantal jongens die de week weer goed zijn doorgekomen. Dus dat is prima. En dus wat dat betreft zie je ook wel weer dat een aantal jongens terugkomen en ook weer meer ritme krijgen.